lente weer. Maar we zijn er toch geraakt, dus dat is al een goed teken. Stiptijd is belangrijk en wij hopen dat we dat de hele dag kunnen aanhouden, zodanig dat we ons programma volledig kunnen afwerken. Het programma dat we nog eens speciaal voor u aan de achterkant van de zitplaatsen hebben voorzien. Wij rijden vandaag met onze chauffeur en dat is meneer Dirk. Als ik zeg meneer, dan is dat uit respect, want tenslotte hij is de belangrijkste man vandaag in de bus. Het is ook daarom dat we hem op de eerste rij gezet hebben. Meneer Dirk zal ook in deze weersomstandigheden ervoor zorgen dat we overal op tijd aankomen en dat we vanavond om 8:30 hier terug in Kortrijk mogen terugkeren. We hebben het grote voordeel dat we in een nagelnieuwe kar rijden. Een kar die nu aan de bushalte staat, maar waarvan we dus de volle kunnen genieten en die ook kraaknet is. En het is de bedoeling dat we dat ook zo zouden houden. Vandaar dus de vraag om niet te eten in de bus en ook niet iets achter te laten vanavond. Neem al uw gerief mee. Dan wordt het een zeer aangename reis. En een aangename reis, dat is iets waar dat we allemaal samen kunnen aan werken. Bijvoorbeeld door niet te vergeten om vanavond, eens we terug zijn in Kortrijk, allemaal terug uw gsm aan te leggen. We kunnen ook de reis zeer aangenaam maken door onze eigen uitleg te stoppen op het ogenblik dat er vooraan iemand aan het spreken is. Wij zorgen ook voor uw comfort, zeker ook voor de rokers. Er zijn regelmatig stops voorzien, zodanig dat u ten volle zult kunnen genieten van de gezonde Zeelandse lucht. Er zijn ook een aantal specialiteiten voorzien in het programma. Eén daarvan hebt u al kunnen merken. We hebben dus in februari al de Naardse buien. Dus het begint goed. Maar we gaan ook naast het aangename zorgen voor uw veiligheid. Veiligheid is zeer belangrijk. Als je kijkt naar deze nieuwe bus, dan ziet je die veiligheidsgordels die hunkeren naar hun eerste gebruik. Inderdaad, het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht. Wat ook aan te raden is, dat is om te volle te genieten van de prachtige zetels. Dus om u niet te verplaatsen tijdens het rijden, want dat is gevaarlijk. Ook al is die verplaatsing onschuldig, dat kan gewoon bijvoorbeeld zijn het ophalen van evaluatiebriefjes. Maar zelfs dat zouden wij niet aanraden om te doen tijdens het rijden van de bus. De bus beschikt niet alleen over de naam Kaar, want het is een Kaar. Zeer belangrijk. Met alle comfort, ook toiletten aan boord. Het is aan te raden alleen in een onweerstaanbare onderdruk te gebruiken van deze toiletten. Er zijn genoeg stops tijdens de rit waar wij de recipiënten kunnen vullen en ledigen. Voor uw comfort is er ook drank aan boord. Er is een verkooppunt hier vooraan. Frisdranken zijn bij het stilstaan van de bus ter beschikking aan €1,20. Dus alleen hier vooraan. En als je het met de prachtige bus van de Meerbloem absoluut niet meer ziet zitten, wel, het goede nieuws is, er zijn ook lichtjes, leeslichtjes bovenaan. Je kunt dit aansteken en dan ziet je het onmiddellijk weer perfect zitten. Tijdens de uitleg vandaag zullen wij regelmatig het gesprek ondersteunen door wat beeldmateriaal. Dat gebeurt in een carousel, dus gewoon wat opluchting van de uitleg die gegeven wordt. We gaan maximaal uitleg geven van zaken die we zien terwijl dat we daar voorbij rijden. Het programma dat nog toegelicht zal worden, toch al zeggen,
eerste stop in Capelle om 9 uur met het aangename ontbijt. Dan rijden we richting Jierseke, waar we om 11 uur een wandeling maken en om 12 uur na de begroeting door de lokale schoonen het Bosserfestijn zullen aanvangen. Na het Bosserfestijn rijden we dan richting Hoes met een wandeling en een verkenning van de stad. Met uiteraard ook terug een technische stop. Waarna we naar Domburg gaan voor de finale, de apotheose, waar we ook kennis zullen maken met de specialiteiten. En dan voorzien we terug te zijn in Kortrijk hier om 20:30. Dames en heren, wij wensen u een zeer aangename dag toe en wij hopen dat de positieve ingesteldheid waarmee u binnengekomen bent in deze prachtige kaart zal aanhouden dat alles positief blijft, behalve dan misschien de eventuele ademtest van de chauffeur. Wij in alle geval, wij staan ter uw diensten en om het in Nederlandse termen te zeggen, wij zijn at your service. Wij gaan nu wat genieten van de heerlijke ochtendstilte, waarna Geert het woord zal geven voor wat uitleg. De mensen die een uurwerk reeds op zomertijd gezet hebben, kunnen wij straks begroeten in de bus met een warm en hartelijk applaus. Wonderful.
ook hier eventjes uw aandacht bijhouden. Was het een vergeetpunt? Dit is het. Duinland. En dan gaan we hier zo naar beneden toe. Je ziet hier op het kanaal, dat is het kanaal van Zuid-Nederland, schepen van Antwerpen, zo via de binnenvaart naar. Want hier bevindt zich de Oosterdam. En de Oosterdam is een verbindingsstad die de Want aan de andere kant van de Oosterdam is het een hele wereld van nergens anders kan je zoveel Oosterdam eigenlijk tegen. Ik zat de bok maar komen. Hier.
Het is ook niet tegen het bier, het is van de vesting in de kolder. Ja, ik heb het niet goed.
veel te groot voor de protestanten in Goes. En wat heeft men dus gedaan? Men heeft die kerk in twee delen opgedeeld. Dus het schip, dat is deze deel van de kerk eigenlijk. Het schip heeft men nu gebruikt, opgebouwd tot expositieruimte, wordt ook gebruikt voor trouwerijen en dergelijke. Dat een beetje als je denkt een rechthoek. En dan neem je een kruis, dat zijn de twee uitstopingen van de rechthoek, dat is het transept. Samen met het koor, dat wordt nog als kerk gebruikt. Maar enkel op zaterdag, en dat is nog heel klein, omdat dat eigenlijk een heel kleine gemeenschap is die deze kerk gebruikt. Een redelijk grote markt. Het eerste wat we zien, dat is die kant, dat is natuurlijk het stadhuis, het voormalige stadhuis, want dat is ondertussen verhuisd naar het Berggebouw. En dat stadhuis vertelt eigenlijk een beetje de geschiedenis van Goes. Misschien weet je nog uit de bus dat ik vertelde dat hier Goes ontstaan is. En ik stel een heel de steek gebeurt eigenlijk in Goes. Later kwam het naast de vierstaart, en dan het naast de plaat aan het vlees aan, ook een vierstaart, maar rechters boven werd en een stadshuis. Dat stadhuis heeft men dan in de 16e eeuw plat gesmeten met een volledig opstekend. Njam, njam. Njam, njam. Advocaat? Njam, njam. Is advocaat? Een regenmarkt, ja. Echt een advocaat. Meer appel en chocolade. Meer appel chocolade. Dankjewel. Die kan wel. En een kreeftje. Nou, kun je al drinken? Kun je al een advocaatje heen? Dat zal wel bijna zijn.
Goedemiddag, ik ben Mondriaan, destijds in Domburg zonder faam. Ik kwam hier wonen voor het licht en beroerde met mijn penseeltje menig wicht. In de Zeeuwse kroegen, met een kunstvriend of vier, maakten we in dit afgelegen gebied menig vertier. Ik kraakte hier een flesje wijn en een oester. Wat Calvijn verbiedt, dat is wat ik koester. Ik schilderde ook van de kerken en van de kapellen. Maar jij ziet niet. Met kruisjes en kleurtjes begon ik het schildersdoek te kwellen. Ik bracht mijn manier van schilderen, maar het bracht mij geen heil. Toch realiseerden we hier internationaal de stijl. En dan liep het in Domburg. Regelmatig mank, als eerbetoon kreeg ik toch mijn stijlvolle bank. Ik dank je wel.
waarschijnlijk. Frio frio, maak wat een rio. Dit systeem hier in de tunnel, daar heeft Geert uitdrukkelijk al uitgehouden gegeven in dichtbij Gent op de E17. Er is ook een trajectcontrole hier aanwezig, dus 100 km is de maximum snelheid.